De top 10 van de kandidatenlijst voor Forum voor Democratie wordt vanavond officieel bekendgemaakt. En Thierry Baudet blijft waarschijnlijk lijsttrekker. Eerder hoorden we deze week al dat Joost Eerdmans op de lijst zou staan op plek 4. En Theo Hiddema, die blijft waarschijnlijk ook nog wel 4 jaar Kamerlid. En op 2 mag ik aannemen. Dag, meneer Hiddema. Ja, neemt u dat maar gerust van mij aan. Heeft u nog getwijfeld of voorwaarden gesteld? Nou nee, ik ben alleen maar strijdlustiger geworden. Wij zijn in de politiek gegaan met een politieke agenda. En ja, over corona hebben wij ons nooit bekommerd. Dat bestond nog niet. En nu in de coronatijd wordt ons geluid te weinig gehoord op gepaste wijze. Dat wil zeggen, er wordt te weinig aandacht gegeven aan waar wij politiek voor staan. Het is corona, corona. Dus we moeten maar even afwachten tot dat virus wegwaait. En dan kunnen we weer met onze core business aan de gang. En dat is het politieke systeem op de schop gooien. Zo is dat. Daar word je wel strijdlustig van al die tijd je aan de ketting ligt. We kunnen het land ook niet in. We mogen geen events organiseren. En dat was onze kracht. En ik wil het wel meemaken dat wij weer een herstart kunnen maken op de oude manier. Dus het land in, onder de mensen komen en in zaaltjes optreden. Het ziet er voorlopig even niet naar uit, ik begrijp het. Het klopt dat mensen die ontevreden zijn over de manier waarop er met corona wordt omgegaan, toch eigenlijk sneller hun weg vinden naar Forum voor Democratie. Bent u daar blij mee? Nou, als die mensen deskundigheid meebrengen of nieuwe inzichten waar een ander niet aan toe komt, dan willen wij daar best naar luisteren. Ja. We hebben nou een meneer, Lange Frans heette die, geloof ik. Nou, ik stel me niet zo voor dat die zijn naam en faam zal ontlenen, ook niet in de toekomst aan het kwijt dat hij het virus helemaal heeft doorgrond. Maar Willem Engel, die schijnt daar wel biopharma-studies achter de rug te hebben. Dus Baudet, die heeft het oor naar te luisteren gelegd om te horen wat hij te melden had. U moet niet vergeten, de Staten Nederland, de regering, die maakt gebruik van influencers. Dat zijn mensen die een beetje twitteren en die van toeten nog blazen weten van het forum. En die worden gesubsidieerd met duizenden euro's om reclame te maken. Ja, dat weten wij sinds Famke Louise. Voor het RIWM. Precies. Nog één dingetje. Ik wilde heel graag met u spreken en met Jaap Melissen hier in de studio over wat er gaande is op dit moment binnen jihadisme. Maar ik begrijp dat u nog een lange dag te gaan heeft, omdat vanavond die lijst officieel wordt bekendgemaakt. Maar het is al een beetje uitgelekt. En Van Haga staat ook op de lijst. Dat is op zich niet zo verrassend, maar wel dat hij op nummer 8 staat. Ging u ook nog over de volgorde? Of ik over de volgorde? Ja, ging. Heeft u mee kunnen praten van wie u erin wil en wie op welke volgorde? Want ja, het is natuurlijk heel spannend hoeveel mensen uiteindelijk voor Forum in de Kamer komen. Ja, ik ben wel een beetje enigszins in de. Ik heb wel wat begeleidende teksten losgelaten. Maar ik ben natuurlijk niet verantwoordelijk voor de samenstelling van die lijst. Nee, dat maar er staat niemand op waarvan ik gezegd heb, kan ik u melden, die wil ik er niet op hebben. Nee, precies. Mag je dus het lijstje voorlezen tot slot? Is kennelijk rekening met mijn wensschaal. Dat verbaast me niks. Ja, lees u maar voor, dan hoor ik nog eens wat. Ja, dan hoort u nog eens wat. Nou, ik heb hem hier staan, maar nogmaals, het is uitgelekt. Baudet is op 1, Hiddema op 2, Nikki Pauverweij op 3, Eerdmans zoals bekend op 4, op 5 Eva Vlaardingenboek, 6 Olaf Efrem, Freek Jans op 7, Van Haga, zoals gezegd, op 8. Jan Kees Vogelaar op 9 en Hans Smolders op 10.